Daar ben ik weer even. Op school. Op mijn vrijdag. Maandag. Ik ben aan het knutselen. Hobbyen AI. Nieuwe aflevering. En deze keer ook de relatie met mijn leerlingen informatica. En dan met name de leerlingen van VWO 4 die net begonnen zijn met informatica. En bezig zijn om een website te ontwikkelen. Daarin. Ik kreeg een vraag van een derdejaars leerling. Die zei van, oké, waarom leren we HTML, CSS, JavaScript om een website te ontwikkelen? Terwijl we ChatGPT hebben. En die kunnen we zo een website mee bouwen. Dan denk ik, oké, dat gaan we doen. Het is maar de vraag, kun je zomaar een website bouwen? Naar jouw wens, naar de wens van de klanten. Gebruikmakend van ChatGPT of soortgelijke instrumenten. Ik denk ja, dat kan, maar daar moet je dan ook eerst vaardig in worden. Ik denk ook dat het de bedoeling is dat ik ze dat leer, die leerlingen, om daar vaardig in te worden, omdat buiten de school, in het terrein van websiteontwikkeling, die tools ook ingezet worden. En als je bij een bedrijf gaat solliciteren om een websiteontwikkeling te doen en je hebt geen idee hoe die AI-tools werken, ik denk dat je over 2 jaar geen kans meer maakt om daar aangenomen te worden. Dus ik ga ze daarmee bekendmaken. Ik laat deze aflevering zien hoe je inderdaad eventueel met bepaalde software, hoe er heel snel een website gebouwd kan worden. Hou je vast, dit gaat snel. Dit is verbazend, dit is weer een aflevering van Bizar. Daar gaan we. Oké, ik heb 1 pagina gemaakt. En die laat ik niet zien, want het is leuker om dit online te doen en te kijken van hoe dit dan werkt. Ik was dus verbaasd over de uitkomst en de productiviteit van deze AI, deze software. Dus hier hebben we onze pagina's. En ik ga er een nieuwe pagina maken. Ik ga een webpagina maken. Dus verschil, een webpagina, website. Je kunt verschillende pagina's maken en dan moet je ze nog aan elkaar kunnen koppelen natuurlijk. Goed. Binnen Workspace, CodePanta, mijn online leeromgeving, daarbinnen. Check. Goed, ik krijg de chat die wil met mij praten. Die zegt, I'm your design partner. Let's create a beautiful professional website for you. Engels. Belangrijk is Engels. Kennis van Engels. What type of business are you building? Oké. Laat ik zeggen, ik ga een website maken voor... ik zou zeggen, ik doe het voor mijn zoon. Die is kapper. Die wil met zijn kappersbedrijf beginnen. Oh, dat is toch wel leuk. Oef, hoe heet dat in het hair? Is het niet, oké. Hair. Nou, die zit niet in de lijst, maar dat betekent niet dat hij hem niet kent. Dus ik ga gewoon een hair. Hoe noem je zoiets? Ik moet hem even pauze zetten om de term te kennen, sorry. Barber of zo. Dus het is een hairstylist, comma, barber. Ja, dan moet je het maar mee doen. Oké. Gaan we verder. Even wachten. What is the name of your business? Ik weet het ook niet. Ik weet dat zijn rapnaam is Munchie Double E. Barber. Shop. Dat is geen shop, en barber. Ook zoek ik even op. Volgens mij heeft hij al een naam. Geen idee. Sorry. Ik heb hem even geappt. Hij is net begonnen, dus Munchie is dus een naam, Munchie Barber. We gaan zelf een naam bedenken. Munchie de Barber. Munchie de Barber. ik vind hem mooi. Oké, daar gaan we even enter duwen. Zo, Munchie de Barber. Wat zegt hij nou weer in mijn hoofd? What do you want this site to be about? Oh ja, nou, dat is natuurlijk wel logisch, maar ik heb wel extra informatie. In de taal in ieder geval niet Engels. Maar Dutch, een Nederlandse website maken over topping and language. Kunnen we het in het Nederlands dus ook doen? Over de jongeren kapper Munchie en zijn veelzijdige dienstverlening met aandacht voor moderne
look. En voor dan look en actuele trends. Check. Dutch. Heel hard. Check. Moet hier op enter die volgens mij zo. Trends. Enter. Gaat ie. Oh, de jongeren kapper. Oh, jongeren. Sounds interesting. Here are a few suggestions. Oké. We krijgen een koptekst. Ja, die kan natuurlijk aanpassen. Die gaat hij zelf maken over ons. Over mij doe ik gewoon. We moeten werken. Verken. Onze verzuiging. Onze, toch wel onze, stap nu van mandje te kappen voor jongeren. Dienst van gelijk getuigenissen. Oproept actie. Check. Oeh, dan gaat hij. Ja, dit is live. Als ik mijn opname op pauze zet, dan zeg ik dat altijd. Het is dan eerlijk en dan zeg ik ook hoe lang het doet. Dus hij is nu Painting Dreams and Visions. Dus, ja, grappig ook. Eng, minder. Het is ook zolang je er vaker mee doet, dan hoe minder eng. Het idee van beheers de nieuwe tools. Goed, theme. Wat is een mooi theme voor een kappertje? Gewoon, dit is nieuws, dit is wel aardig blauw, maar dan moet je net je kleur zijn. Kun je allemaal aanpassen straks. Oeh, dit lekker rood. Ik ga hem lekker rood, lekker zwart. Deze doen we. Check. Hoppakee. Nog gecheckt. Moet ergens op slaan klikken. Oh ja, hier, continue. Nou, ik wacht wel even. Daar gaat hij. Hij is dus nu gewoon die site aan het maken. Kijk mee. Kijk, daar gaat hij. Dat is Manchi. Dat is hem niet. En pas weer ik een hoppakee. Dienstverlening. Hij is dus, terwijl ik kijk, achterover zo, koffie erbij. Zo, met mijn gospelmok. Zo, koffie maken. Is hier even een website van mij. Aan het maken. Oh nee, een webpagina. Die dames horen niet in, want hij is alleen maar jongere kapper. Jong, voor jongens ook. Dus dat moet ik. Vind ik kleuren, roder of zwart, redelijk. Vind ik redelijk. Ik zou niet zelf zo kiezen trouwens. Ik vind het ook ergens niet mooi. Maar goed, dat is dan moet met overleg met de klant. Dus ik heb dan. Ik kan dit natuurlijk gebruiken als een tool om een voorbeeld met een klant mee te nemen. In dit geval mijn eigen zoon. Zeg, nou, is het wat? En hoe wil je het anders hebben? En hoe ik het anders wil, dat kan ik dus ook die AI laten doen. Dat hoeft de klant dan niet te weten. Ja, dat vind ik ook prima. Ik zelf prima te weten. Ik ben te veel docent. Ik wil altijd allerlei dingen uitleggen, ook aan mijn klanten. Manchi. Nou, allemaal Manchi. Come to copyright. Manchi de barber. Nou, dit hebben we dus gemaakt, joh. En dus hier zien we dan een mooie uitrusting. Ontdek de moderne standaard van Manchi die jongeren kappen. Je ziet ook effecten erin. Passieve innovatie. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een foto. Een dame, dat moet niet. Dus we gaan nu de boel editen. Kijk, het werkt dan zo. Ik edit even. Dus stel, dat weet ik uit ervaring, dat dit even duurt. Dat hij die editen laat, heeft hij toch wel eventjes werk mee. Dus ik zet hem even op pauze nu. Ja, ik heb wel een minuut gewacht. De volgende keer gaat dat dan sneller. Maar goed, het gaat er niet om. Ik maak ook geen reclame voor dit ding. Ik heb ook geen idee of ik hier ooit wat mee doe. Goed, het gaat om deze afbeelden. Dus ik klik nu op het element. Dan krijg ik hier rechts te zien een afbeelding. Nou, die wil ik nu vervangen. Hier zou ik dus eventueel een nieuwe kunnen plaatsen. Of ik zeg van... Even kijken, change image, geen bestand gekozen, nee, en dit is dan link, change image, zo, check. En dan kan ik er eentje uploaden, dat wil ik natuurlijk helemaal niet, ik wil een eentje select doen, dus ik klik nu in mijn mapje, hier, select. Oh, dit is voor mij ook allemaal nieuw hoor, dus ik hoop dat hij nu afbeeldingen ophaalt die hij al eerder heeft gezocht. En ik zie wel, oh, dan heb ik verkeerd geklikt. Nou, inderdaad, dat klopt. Hij komt eerst bij mijn uploads terecht. Dan kan hij daar de afbeeldingen zoeken. Dan kan ik natuurlijk
zoeken. Dan krijg ik Barber. Man. Barber. Barber. Barber man. En dan krijg ik allemaal fotootjes. Online. Nou, hier, dit is een leuke. Nou, maar het is natuurlijk beter dat de klant zelfs. Die klik ik even aan. Dit kan ik dus ook met de klant doornemen. Zo, nou, welke vind je mooi, deze foto's? En ik. Ik laat hem natuurlijk zelf een afbeelding uploaden. Nou, dan hebben we die dame vervangen. Nou, hier is er nog eentje, hè, dus die, dat gaat niet sneller, want je ziet de source er ook bij. Ik ga er even vanuit dat dit allemaal rechtenvrije foto's zijn. Ik ben niet iemand van tattoos, dat doen we niet. Nou, zien we hier een dame, die klikken hier, is ook oké. Okay. Nou, hier moet ik knippen. Zo. Ja, dus dan kan ik ook aan die foto's vervangen, maar ik kan alles doen. Ik kan hier van alles doen. Ik kan dus ook die foto's, hier zit een lorem ipsum, die tekst, die wil ik vervangen. Dan kan ik hier bijvoorbeeld zeggen van AI Assistant. Dit selected blok wil ik aanpassen. Maak korte tekst. Over de kwaliteitsproducten die gebruikt worden. Send. Zo. Service unavailable. Oké, perfect. Niet. Oké, dan weet ik niet wat aan de hand is. En in principe is dit ook genoeg. Nog een keer even kijken hier. Placement. Ik weet dat ik hier. Ask a question. Nou, ik kan nu niet bij de AI, ik kan op het netwerk van de school zitten. Ik weet niet waar het aan ligt. Of moet ik natuurlijk een pro-versie kopen. Whatever. Het gaat er mij ook niet om deze software specifiek, maar om het idee dat inderdaad een website tegenwoordig snel gemaakt kan worden en gebruik maken van de AI. Heb je dan geen kennis meer nodig van HTML en CSS? Ja, wel zeker. En dan kom je achter als je verdere wensen van klanten krijgt. Je moet ook pagina's aan elkaar koppelen, je moet functionaliteit kunnen toevoegen, je moet wel weten ook waar je het over hebt. Zeker als je styling wil aanpassen, al moet ik zeggen dat dat hier ook wel redelijk is gedaan. Kijk, ik kan die kleur hier natuurlijk ook gewoon anders doen, hè? Zo. Dat kan ook. Oké, dus het is een AI en een editor in één. Ik stop voor deze aflevering mee, anders duurt het te lang. Volgende aflevering ga ik ook verder over het gebruik van AI bij het verder ontwikkelen van een website, maar dan ook in relatie tot het schrijven van de code en aanpassen van de code. Er zijn ook leuke ontdekkingen in te doen. Leuk als je kijkt ook. Zorg dat je bent geabonneerd op dit kanaal. Helpt natuurlijk mij om het verder te ontwikkelen. Het kost me heel veel tijd om al die filmpjes te maken. Reageer eens een keer. Wees positief ook. Ook naar elkaar. Wees aardig. Wees vriendelijk. See you.